weet je wat het daar is? Je kan daar ook niet te veel die weg blijven volgen over het fietspad. Dus voor mij als passie begonnen, uiteindelijk mijn beroep kunnen van maken. Nou ja, uiteindelijk wil ik dan ook wel die passie overbrengen naar een nieuwe generatie. En dan, ja, op welke wijze dan ook, nu als ploegleider vind ik dat wel heel mooi. Ja, als je morgen, dat is wel wat voor jou waar je daarmee kan zijn. Hoor. Dus wat maakt het leuk, de rol van ploegleider? Uiteindelijk het met de jongens bezig zijn, ze wat bij kunnen brengen tijdens de koers, onderweg. Je ervaring kunnen gebruiken op basis van parcours. Ja, maar wij reden toen aan die grote weg links en dan terug. Nee. Dat vind ik wel echt leuk en ja, daar krijg ik ook wel moraal van dat jongens er wat aan hebben en mogelijk hun prestatie er ook van een stapje hoger kunnen zetten, zeg maar. Jochem Kerkaert, hoe zou jij nou Brian van Goedem omschrijven als ploegleider? Ja, hij begint nu natuurlijk dit jaar als ploegleider. Hij heeft heel veel ervaring opgedaan in de World Tour toen hij bij Lotto Soudal reed. En dat merk je heel goed in de koers, dat hij gewoon heel veel ervaring heeft meegenomen uit die koers. En dat helpt ons enorm. We zijn nu naar het parcours aan het kijken. Ik heb zojuist het parcours verkend. Hebben we eigenlijk per bocht aangegeven of je er vol doorheen kan, langzaam doorheen kan. De renners weten dat ook meestal wel, maar uiteindelijk zitten die zo in een tunnel, die zijn zo geconcentreerd bezig dat ze misschien niet allemaal meer op een rijtje kunnen krijgen welke bocht er nu aankomt. En ja, dan is het ook wel goed om ze daarbij een geheugensteuntje te geven. Je zit nu bij Beat Cycling, dat is continentale ploeg, niet een van de grote jongens. Wat betekent dat voor jouw werk? Dat ook niet alles vanzelfsprekend is. Wij moeten het gewoon doen met een kleine budget, dat is gewoon realiteit waar het om draait. Met geld kan je heel veel kopen. Is er wat minder geld, dan is dat wat lastiger, maar dan moet je op een creatieve manier omgaan met de dingen. En ik denk, zoals wij het nu bij de Beat Cycling Club voor elkaar hebben, dat we vanuit hieruit toch met onze ambitie kunnen gaan waarmaken. Misschien om ooit pro-continentaal niveau te gaan rijden. Heb je nog ijs al bij je in nek? Marcel, dan ga ik vast wel rijden die kant op, hè? Ja. Achter wie rij ik? Kom op, hè, jongen. Kom op, hè. Ja, we zijn nu een renner aan het volgen. Daarin proberen we eigenlijk het maximaal uit de renner te halen. En tijdrit is altijd een beetje lastig, zeg maar, om de motivatie te blijven houden. Ja, moet je eigenlijk niet meer aan de pijn gaan denken, dan is het goed om iemand af te leiden. Go, 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 go. En op gang trekken hier, hè. De ploegleider is belangrijk omdat hij tijdens de koers door de radio informatie geeft over de koerssituatie en over het parcours. En als dat iemand zoals Brian is met veel ervaring, dan heeft dat echt enorme toegevoegde waarde. Brian is heel geordend en rustig en dat is heel belangrijk voor een koers, dat hij op hectische momenten rustig en geordend kan blijven. Tak, 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 kom aan, hè. Kom op, alles, hè. alles. Ja, die jongens leren veel van jou hopelijk. Wat heb jij nou in de maanden dat je bezig bent al geleerd? Ja, vooral het people management, hè. Het omgaan met mensen. Puik een tijdrit, jongen, kom op, hè. Ja, en gaandeweg wat feedback vragen van de renners en dat soort dingen. Wat dan, krijg je dan terug van hen? Bijvoorbeeld coaching tijdens een wedstrijd, doe dat eens op die manier of op die manier. Of dat soort dingen, dat is eigenlijk overbodige info, dat weten we ook wel. Dat soort dingen, ja, dat realiseer je dan weer op het moment dat je terug gaat denken, hè, en in de geest van de renner kruipt, zeg maar. Waar staat Brian van Goedem over 5 jaar? Goh, dat kan alle kanten op. Kan zomaar ineens buiten de wielersport zijn. Voor hetzelfde geld zie je me terug op het hoogste niveau en ben ik misschien bij de klassiekers actief als ploegleider. Maar dat zou je wel het mooiste vinden, hè? Absoluut. Kijk, vond ik zelf altijd een mooie wedstrijd om te doen. Ik heb er ontzettend veel parcourskennis in die regio, heel veel getraind. Dus ik denk dat ik daar zeker mijn steentje kan bijdragen bij een ploeg die daar misschien net wat kennis ontbreekt. Zonder,